Ik daag jou uit. Dit zijn blokken. En kan jij de video sneller liken dan dat ik er 3 van vind? Dat is een makkie voor mij. Ik heb de eerste al. Ga ik door deze deur heen. En voor je het weet ligt daar de tweede. Nog maar 1 te gaan. Oh, kijk eens wat we daar hebben. Blok nummer 3. Like challenges voorbij. Oké, alle spelers gaan door deze deur heen. En waarschijnlijk is Blue dan ook in de buurt. Dus ik ga nu door deze deur. Ik pak dit blok. En dan hebben we er hier nog één met de W van ik win. Want dat is wat ik ga doen. Maar niet alleen dat. De Rainbow Friends zijn niet de enige monsters op de wereld. Zie dit als een soort van Halloween-editie. Ja, maar joh, het is geen Halloween. Nou en, wat maakt dat uit? Ik zit toch in een doos. Ik ga de Rainbow Friends machine dus gebruiken. Niet om mijzelf te veranderen in een andere Rainbow Friend, maar om mijzelf te veranderen in een monster om de Rainbow Friends bang te maken. Je hoort het goed. Oké, we zitten erin. We zitten erin. Oké. Maar werkt het? Daar komen we in 3, 2, 1, achter. Oh. Wow, wacht, wat? Ik ben een weerwolf. Dat is zo gaaf. Ik loop alleen wel alsof ik heel nodig moet plassen. Moet ik heel nodig plassen? Oké, dit is best wel cool. Maar kunnen we dan ook grommen? Wow. Oké, dit is nog epischer dan ik dacht. Maar kunnen we Blauw daadwerkelijk laten schrikken? Hij loopt daar. 3, 2, 1, Blauw. Ik ben een weerwolf. Het leek wel even... Zitten er nou allemaal mensen daarin? Oké, moet je opletten. Ik ga zo snel als ik kan hier naar binnen. En Blauw kan niks doen. Volgens mij is een weerwolf niet eng genoeg voor Blauw. Let maar op. Dat is wat ik bedoel. Met andere woorden, we hebben iets beters nodig. En als het goed is, hebben we hier het laatste blok. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar het is gelukt. Voor wat zou groen bang zijn? Nou, daar gaan we achter komen. Want het eerste wat ik zo meteen ga doen, is richting de machine lopen. Tenminste, dat zeg ik wel. Maar mijn favoriete Rainbow Friend Oranje heeft honger. En dat kan ik natuurlijk niet laten gebeuren. Dus we gaan zeker naar de machine toe om onszelf weer eng te maken. Maar we nemen ondertussen wel wat eten mee. Wat zit er eigenlijk in die zakjes? Volgens mij is het letterlijk een soort van hondenvoer. Maar goed, Oranje is ook min of meer het huisdier van Rood. Hier hebben we nog een zakje. Hier nog een zakje. En die leveren we allemaal in. En dat komt perfect uit. Want volgens mij kunnen we via deze kant, als Blauw niet in de weg loopt... Oh, sinds wanneer kan jij springen? Oké, ook goed. Doen we het toch lekker via deze kant. Oh, wacht even. Ik wil naar de machine, maar ik wist dat hier nog een zakje ging liggen. En zelfs het zakje is oranje. Oh, is Blue nog steeds in het theater? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Oh nee, toch niet. Oké, deze leveren we in. En nu gaan we naar de machine. Zojuist waren we een weerwolf. En daar konden we Blauw niet bang mee maken. Maar deze keer gaan we voor een ander monster. Daar is de machine. We lopen er naartoe. We gaan erin zitten. Oh, ik schrok. En... Oké, alles wat we nu moeten doen is respawnen. Huh? We zijn een vampier. Oké, volgens mij moeten we dan wel oppassen voor licht. Of toch niet. Het zou best wel gaaf zijn als er echt een mode zou komen in Rainbow Friends. Waarbij je bijvoorbeeld een vampier kunt kiezen. En dat je jezelf dan kan veranderen in een vleermuis wanneer het lastig wordt. Of een zombie. En dat je dan andere spelers kunt infecteren. Zodat dat ook zombies worden. Of dus een weerwolf. Dat je supersnel kunt rennen. Welk van de 3 zou jij kiezen? Eens even kijken. Groen. Ik wil een hapje. Daar zul je hem hebben. Maar eerst... Oh nee, er ligt hier niks. Oké, Groen. Ik ben het. Een vampier. Kom dan als je durft. Oh, serieus. Groen loopt weg en Blauw zit achter me aan. Dat was niet de bedoeling. Maar dit lijkt er meer op. Nu zit ik letterlijk achter Groen aan. Haha, ik bijt in je arm. Ik bijt in je arm. Nam 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 nam. Ik denk niet dat ik in zijn arm beet. Maar opgeven doen we niet. Want Paars neemt iedereen mee die langs het riool loopt. Maar zou die dat ook doen als wij een zombie zijn? Ik bedoel, denk erover na. Ik zou het niet doen hoor, Paars. Maar hey, we gaan erachter komen. Eerst de lampjes inleveren. Dan kunnen we door deze deur heen. Oh ja, ik ben het bijna vergeten. De vorige keer probeerde ik door een muur te glitchen. En dat werkte. Alleen het nadeel was, precies daarna stopte de ronde. Het was deze muur hier. Ik weet zeker dat er iets van een kamer achter zat. Moet je opletten. Kom op, kom op, kom op, kom op. Oh. Huh, wat is dit? Oh, volgens mij is dat Blauw. We gaan snel deze kant op via de trap naar beneden. Oh, ik zag Paars daar. Maar ja, maakt niet uit. We zijn toch nog geen zombie. We moeten eerst de machine in. Ik schrok. Ik schrok weer. Oké, 3, 2, 1. Huh? Volgens mij... Oh, het is gelukt. We zijn een zombie in Rainbow Friends. Maar nu is het moment daar. We moeten een riool vinden waar Paars aan het chillen is. Ik kan me niet voorstellen dat Paars ons mee wil nemen. Dit is geen snack. En zo ja, dan is die overdatum. Paars kan op verschillende plekken zitten. Zoals bijvoorbeeld daar. Oh nee, volgens mij... Oh, oh nee, oh nee. Oh, gelukkig is een zombie best wel lenig. Ik zit hier prima. Hoor ik Paars nou? Daar zul je hem hebben. 3, 2, oh, 1... Paars, serieus. Je hebt zoveel keuze. En dan kies je een zombie. Oké, geen probleem. Oh, ik ben nog steeds een zombie. Ach ja, op zich is de zombie best wel snel. En hij heeft een lampje gevonden. Stel voor, jij kan elk karakter zijn in Rainbow Friends. Mag een game karakter zijn, een film karakter, maakt niet uit. Het mag zelfs Blue zijn. Deur, ga dicht, ga dicht, ga dicht. Net op tijd. Maar wie zou jij dan kiezen? Ik ben een zombie met een lampje. En ik breng het lampje terug. Oké, ik wil het eigenlijk nog een keer proberen. Maar dan moet ik wel heel snel zijn. Want volgens mij komt Blauw er nu aan. Snel, 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 snel. Oeh. Oh. Huh? Waar ben ik? Oh, Ik zit letterlijk vast ergens. Wacht, wat is dit? Oh my gosh, wat heb ik gedaan? Ik ben letterlijk zo erg aan het glitchen dat ik heel de map kan zien. Maar wacht, volgens mij kan ik nog wel terug. Dit is echt het kleinste kamertje wat ik ooit in een map heb gevonden. Oeh, maar wat zit daarboven? Is er nog een verdieping? Eentje waar we gewoon nog niet van weten? Oké, dit blijft toch wel heel erg handig. Oh, tenminste zeg ik wel, maar ik zit letterlijk weer vast in een muur. Hier is nog een lampje. Oh, wat? Ik heb het lampje niet vast, maar ik heb hem wel bij me. Kom op, groen. Ja, ga je gang. Jij hebt voorrang. Doe maar. Ah. Serieus? Wat is dat toch met dat voorrang verlenen in Rainbow Friends? Hier nog een lampje. Wacht eens even. Hoor ik... Waar was het spoor? Oké, ik ben in ieder geval mezelf weer. Hé, daar hebben we paars met een lampje. Ja, ik heb toch liever het lampje dan dat ik paars heb. Oh, volgens mij is groen in de buurt. Ik ga hieronder. Geen slim idee. Daar hebben we oranje. Maar gelukkig zat ik in een doos deze keer. En dan hier het laatste lampje. Maar dat betekent toch niet dat we klaar zijn. Want we komen steeds dichter bij het moment dat blauw op het podium ligt. Ook ben ik de laatste speler die over is. Dus spannend, dat is het nu al. Oké, hier hebben we nog een batterij. Laten we maar gelijk... naar beneden gaan. Misschien iets om 2 keer over na te denken voortaan. Het is echt bizar hoe vaak het mij overkomt dat ik precies de kant op ga waar Blue is. Het is gewoon mijn beste vriend. Hier ligt nog een batterij. En dan meestal liggen er hier nog een aantal. In ieder geval hier. En oh ja, ik wil natuurlijk de machine nog een keer in. Ik bedoel, er is volgens mij nog één soort karakter wat ik kan zijn. Oh nee. Ben je echt serieus? Wacht, ik heb misschien wel een idee. Kijk, hij komt natuurlijk naar boven. Maar wat als wij nou met de doos naar beneden gaan? Dat werkt. Hier ligt nog een batterij. Hier ligt nog een batterij. En dan denk ik hier beneden nog een aantal. Volgens mij is groen ook weer in de buurt. Elke keer hetzelfde. Ah, kijk. Hier ligt ook nog een batterij. Deze lever ik allemaal in. Hebben we er nog 1 nodig? En dat is mooi. Anders was de ronde al voorbij. En wat ik dus nog wil doen. Hier naar beneden. Hallo, paars. Oh nee, serieus. Ah, misschien komt dat wel goed uit. Wij gaan namelijk de machine in. En dan ben ik af. Maar als ik dan respawn... ben ik een robot? Oké, ik ben benieuwd of we oranje bestendig zijn nu. Eén manier om daarachter te komen. We volgen het oranje spoor. Oranje is al weg. Maar gelukkig hebben wij de laatste batterij. Of ik bedoel, de robot wij. Oh nee, ik mag eerst. Oh, ben je serieus? Kom op, kom op, kom op. En we gaan onderweg naar onze ticket voor het groene hoedje. Want het moment is eindelijk daar. Wij gaan naar het podium van Blauw. Om te kijken of wij erop kunnen klimmen. Of wij zijn kroon kunnen stelen. Kunnen checken wat erachter is. Gewoon op onderzoek gaan. Hier goed tegenaan te gaan staan. Oké, hij is nog aan het slapen. Willen hem natuurlijk niet wakker maken. Kom op, kom op, kom op. Ik denk dat het eerlijk gezegd mijn skin is die dit niet laat lukken. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nee, weet je, laat maar. We gooien dit snel aan de kant. Want ik ga zo meteen echt keihard af. Oh, dat bedoel ik. Oké, weet je wat? We proberen het in de ventilatieschracht. Dat kan eventueel nog wel. Oh, waarom ben ik dit aan het doen? Ik baal zo erg dat het niet gelukt is. Oké, daar gaan we, daar gaan we. Voorzichtig, voorzichtig. Oké, kan ik hier doorheen? Kom op. Oh. Wacht, wat? Hij is daar... Wacht, wat? Dit is misschien nog wel beter dan op het podium komen. Kunnen we zo het spel wel winnen? Kan ik nu weer terug? Laat ik proberen terug te gaan. De vraag is of dat lukt. Ja, ik ben terug. Maar waar is Blue nou dan? Huh? Oké, Blue is ineens verdwenen. Oh, daar is die. Dus hey, is het toch een soort van gelukt. Dit was zo grappig. Yes! Abonneer voor meer en adios.